Maar we gaan nog even terug, want we zijn beland bij de finale van 2010. We hebben die hele cyclus gehad vanaf 1974. 2010, de wedstrijd Nederland-Spanje. En we hebben unieke beelden, want het was een hele, hele bijzondere wedstrijd. Goedenavond. Achter de bal, Xavi Hernandez. En Stekelenburg met een moeilijke redding. En nu is het onheil voorbij. We gaan eens kijken naar die vrije schop van Xavi, ingekopt door Sergio Ramos. Goed gereageerd Stekelenburg, niemand bij de tweede paal. Xavi. Weer een overtreding van de Jong en dan zal weer geel komen. Overtreding op Alonso. En je kunt er niets van zeggen dat Webb je geel geeft. Onbesuist voor de ribbenkast van Xabi Alonso. Van Bommel raakt de bal half en Matthijssen raakt hem helemaal niet. Een soort strafcorner uit het hockey ingestudeerd. Sneijder. Aanval van Oranje nog niet afgeslagen. Kuit in de slag. Matthijs is daar. Van Persie. Robben. Casillas. Robben. Robben. Hoek is klein. Keeper laat ze niet verrassen. Sneijder. Ja, goede bal. Robben. Op weg naar. Robben. Ja! Is binnen. Toch raak. En de bal is onhoudbaar. De tranen van Casillas. Het wereldkampioenschap van Zuid-Afrika is in het voordeel beslecht van het Nederlands elftal.